kijkers, welkom bij In Gesprek Met. U heeft het gemerkt, hè? Ik ben niet in de studio. Ik ben hier voorbij Lelydorp aan de Indira Gandhiweg. Want ik ga op bezoek bij meneer Rawin Ramtahal Singh. Hij is de directeur-eigenaar van Spirits Groento NV. En ik kijk en ik zie een geweldig ding achter me. Dus ik denk, net als mij, bent u nieuwsgierig om te weten wat er allemaal hier plaatsvindt. Dus daarover zullen we in gesprek gaan met meneer Ramtahal Singh. Maar hier wordt er niets aan het toeval overgelaten. Hygiëne en veiligheid staan voorop. Dus we gaan als eerste onze voeten, de zool van je schoen, moet je reinigen. En dan zijn we ready om naar binnen te gaan. Gaat u met ons mee. En natuurlijk, wanneer je hier binnenkomt, ga je er niet zomaar. Maar je wordt dan verwelkomd door de directeur. En dat is meneer Ramtahal Singh, die nu mij even tegemoet loopt. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Spirits Groento. Heel aangenaam dat jullie een kleine mini-documentaire van ons bedrijf willen maken. Welkom bij Spirits. Laten we beginnen bij het begin, hoe dat allemaal gaat bij het zaaien. En ga ik het hele proces in stappen uitleggen hoe dat allemaal werkt. Geweldig. Nou, dankjewel. Dus dan gaan we om te kijken wat er hier gebeurt. Het ziet er in elk geval heel indrukwekkend uit vanaf het begin. Ja, hier hebben we een sectie van tomaten. Hier gaan er ongeveer 5000 tomatenplanten in één blok. Deze gaan over een maandje. Beginnen we hier te oogsten. We hebben verschillende blokken. Zodat we dus jaar rond productie kunnen garanderen voor onze afnemers. Daarom planten we dus ook in verschillende blokken. Verschillende secties noemen wij dat hier. Om jaar rond onze producten aan de man te kunnen brengen. Met of zonder regen, storm of geen storm. Jaar rond leveren wij. Heel erg geweldig. Oké, dus we zijn nu toch wel een beetje omgekeerd begonnen. Maar we gaan naar het begin om te zien hoe het is begonnen. Oké. We zijn nu bij de nursery. En u weet het, hè, zoals het bij kindjes toegaat, dan kan je niet voorzichtig genoeg zijn. Dus ook hier ga ik wederom ontsmetten. De schoenen. Ja. Dan weten we zeker dat het... En dan gaan we binnenkijken. Want ik denk dat het hier allemaal begint. Hè. Dus ik loop even het... Oh, wat mooi. Zo. Meneer Rawin. Wat zien we hier? Welkom in de nursery bij Spirits Groento. Hier begint het proces eigenlijk van de opkweek van ons plantmateriaal. Wij hebben dus als bedrijf de hele keten letterlijk van zaad tot mond in ons eigen beheer. En dat wil zeggen dat we dus ons plantmateriaal ook zelf opkweken. En dat is een hele aparte expertise weer en kennis die we ook hebben aangeleerd de afgelopen jaren. En... Hier moeten we extra hygiënisch zijn, extra voorzichtig, omdat dit onze baby'tjes zijn. Als onze baby'tjes niet goed groeien, niet gezond zijn, hebben we ook dus last van mindere productie of dips in de productie. Wat u hier ziet, links van u heeft u daar tomaten. Die zijn daar soepgroentes. Als u verder gaat, gaat u paprika zien, wat sla. We planten allemaal in etappes. Om je een voorbeeld te geven, sla wordt elke week gezaaid, zodat we ook elke week kunnen oosten. Paprika, tomaten, die zaaien we per sectie. Dat is verschillend, afhankelijk van hoeveel we nodig hebben. Omdat het nachtschade planten zijn, die gaan een stuk langer mee. En het zijn vruchtdragende planten. En terwijl sla gebruik je het blad, je eet het blad. En na oogst is dat dus afgelopen. Maar terwijl bij tomaat en paprika dat niet het geval is. Daar bleef je dus een tijdje oosten van de bomen, om het zo te noemen. Ja. Nou, bij de nursery. Het is ook goed om dan in de nursery het beginverhaal te horen. Hoe zijn jullie op het idee gekomen of wie kwam op het idee?
Eerlijk gezegd kwam rond 9 jaar, 10 jaar geleden mijn vader met het idee. Omdat hij altijd van agrarische dingen hield. En ze hadden dus, hij en mijn moeder, een rozentuin. Eigenlijk de grootste toen van Suriname. Ja, maar het is door wat omstandigheden dus toen in verval geraakt. Maar die droom bleef eigenlijk altijd. En er was toen een hele hype met gezonde producten. Je weet niet wat je eet. Een deel is bespoten, niet bespoten. En hebben we dus pa en ik dus de eerste kas opgezet. Het was ook begin van mijn studie bedrijfskunde. En ik wilde ook iets doen, iets terug doen. Iets dat ja, productie-minded. Maar we wisten nog niet hoe of wat. Het was echt in het prille begin. En van het een kwam het andere. We hebben een kastje gebouwd. We wisten niet eigenlijk hoe productie werkte in deze sector. Dus door veel fouten, heel veel fouten, heel veel tegenslagen, hebben we toch een jaar later onze eerste tomaat geoogst. Maar dat vind ik mooi, dus zegt het zo, weet je, in één zin, heel veel tegenslagen, maar jullie hebben niet opgegeven. Nee, we hebben opgeven is zeker niet een van onze kanten. Gewoon doorzetten, doorgaan en zeker uit je fouten leren. En ik denk dat agrarisch volgens mij het meeste tegenslagen geeft in elke sector, omdat je moet met macro-economische omstandigheden rekening houden, je moet met ziekte en plagen. Om jullie ideeën te geven, ik had een muis vorige week op het bedrijf, een kleine muis, die we niet konden pakken. Maar hij had alleen rode paprika's. Het heeft me een week lang gekost om die muis te kunnen vinden. Zo'n kleine muis van 10 centimeter. Ja, we hebben hem uiteindelijk wel gepakt. Maar om hij had je aan te geven, aardig wat schade aangericht. Hij had behoorlijk schade aangericht. Maar om je aan te geven, hoeveel challenges er zijn in de agrosector. Maar ook de weersomstandigheden? De weersomstandigheden wel. Wij hebben dus semi-kassen, semi-gesloten. Dus we hebben eigenlijk geen last van de regen. Dat is het grote voordeel. Maar we hebben wel last van de hitte. We kunnen wel ventileren. Maar op een gegeven moment, als het echt heet wordt, hebben we dan wel een klein probleempje. Zoals abortus van de vruchten bij de tomaten. Maar dat komt gewoon door de temperatuur. Te hoog is of te hoog wordt soms. Ja. Ziet er allemaal heel mooi uit hoor. Dus want jij hebt gezegd vanaf het begin, hoe doen jullie dan met die zaadjes? Want je moet het dan wel van een vrucht hebben. Hè? Ons grote voordeel dat wij hebben is dat we dus ons eigen zaadmateriaal, we hebben een exclusieve samenwerking met Biozaden Nederland. En die maken dus het zaad voor ons. En dat is het grootste voordeel dat wij hebben als agrarisch bedrijf. Dat we onze eigen huisvariëteiten hebben. Die dus werken in dit moderne systeem in Suriname. En daar is heel veel research vooraf gegaan. En heel veel geld en tijd. Dat wij dus in de afgelopen 10 jaren hebben gezet. Om deze variëteiten die we nu hebben te kunnen hebben. En bedrijfszekere rassen. Dat is het grootste pluspunt. En waar gaan we nu naartoe? We gaan nu verder en dan gaan we dus even kijken in de productiekassen hoe dat allemaal werkt. En dan vertel ik jullie wel verder door. Okay. Dan gaan we lopen. Wat zien we hier? Dit is sla, die is vrijdag gezaaid. Mm-hmm. Dit is 3 dagen oud, dus bijna 3 dagen. En als u naar links gaat, ziet u dan sla hier staan die 2 weken oud is. Oh. En van hieruit wijs ik jullie dus verder in de productiekassen hoe dat gaat. Daar zijn ze 5 tot 6 weken in voordat jullie de lekkerste sla van Suriname in de supermarkt kunnen krijgen. Nu al zien ze er lekker uit. Je zou ze zo kunnen pakken. Echt waar. Maar u legt de nadruk op gezond, dus daarover moeten we straks praten. Daar praten we zeker over. Ons product is veilig geteeld. Dat wil niet zeggen dat het onbespoten is. Want dat is een soort woord in Suriname dat de hele tijd gebruikt wordt. Maar wat wij doen is dat onze sla veilig geteeld is. Omdat wij biologische gewasbescherming gebruiken op de sla. Onze tomaten en paprika's worden in de beginfase gewoon behandeld met chemische gewasbescherming, omdat je een zo sterk en stevig mogelijke plant wil hebben. Mm-hmm.
En wanneer ze allemaal in de vruchtdragende fase zijn, dan schakelen we volledig over op biologisch. Moet ik ook wel bijzeggen dat in de tropische landbouw je er niet onderuit komt om soms, met name extreme weersomstandigheden, chemische gewasbescherming te gebruiken. Maar als je je aan de regels houdt en wij gebruiken al die OMRI-certified gewasbeschermingsmiddelen, dat die zijn goedgekeurd in Nederland en Amerika bij de organische tuinbouw en landbouw, dan is er niks om over te twijfelen. Ja? Geweldig. Ik ga ervan uit, als u zo naar die slablaadjes kijkt, wil u ook eten, hè? Ik ook. Maar we zijn blij dat het er gezond dit zijn, en... Dit zijn de kleutertjes. De baby's hier, de kleuters hier. En straks gaan we kijken naar de moeders en de vaders. De pubers, ik weet jullie de pubers. Oh, eerst de pubers en daarna komen we bij de ouders. Ja. Heel interessant, hè? Gaat u mee. En waar zijn we nu? We zijn nu in Kasveef. Dit is een tomatenaanplant die over een maandje gaat beginnen te produceren. Zoals jullie zien hebben we dus mooie planten. Mooie bloemen. Dat gele hier. Wanneer je ziet dat hij lichtgeel wordt, wil zeggen dat hij al bevrucht is. Misschien kunt u even inzoomen. Dit zijn de jongste bloemetjes van de tomaten. Hier zie je. Wanneer je ziet dat de kleine gele bladeren naar achter staan, ik noem hem gespierd om het zo te noemen, is deze op het punt om te bevruchten. Wij hebben zelf bevruchtende variëteiten. Dat wil zeggen, ze hebben geen bijen nodig om zichzelf te vermenigvuldigen. Wat je hier ziet, is een lichtgele die is al bevrucht. En hoe zie je dat? Kijk, ik kan hem eruit trekken. Zie een mini tomaatje binnen. En deze tomaat gaat zo snel. Kijk, deze is gisteren bevrucht. Kijk, zie je het verschil in grootte al? Deze is eergisteren bevrucht. Dit is tussen één dag. Ja. Hoe lang blijft zo'n plantje in leven? Zo'n plantje zou in het meest ideale geval zouden wij 6 maanden, 7 maanden van moeten kunnen oogsten. We hebben de afgelopen tijden, toen er zoveel regen was, heel veel last van bacteriën en schimmels gehad, waardoor het een beetje minder is geworden. Maar we hopen nu dat het toch weer gaat aanpakken richting 6 maanden. 6 maanden productietijd. Effectieve productietijd. En die bomen worden gebonden? Dat zijn ja, deze ze worden ingedraaid. En elke week komt er iemand langs. En dan worden ze zo ingedraaid. Want dan groeit hij weer een stukje door. En volgende week is hij hier. Dan groeit hij weer een stukje door. En dan heb je dus een cluster met bladeren. En een cluster met vruchten. Zoals jullie kunnen zien vanaf onderin. Elke 10 centimeter, 15 centimeter heb je een cluster met vruchten. Soms heb je wat winst, dan zie je 2 clusters met vruchten. Zo. Maar het nadeel is wel dat je dan ietsjes kleinere vruchten krijgt. Oh, ja, ja, ja. Dan wordt de voeding dus verdeeld over 2. En ongeveer hoeveel plantjes zijn er in zo'n kast? Dit is een van onze kleinste kassen, hier zitten er 1500 in. 1500 planten? Oh my god. Dit is een van de kleinere kassen, ja. En die grotere? Die grotere nemen tussen de 5.000 en 7.000. Per deel, per kastje. Dus ik ga ervan uit, deze tomaten bijvoorbeeld zijn niet alleen voor de Surinaamse markt. Nee, we leveren volledig Surinaams, horeca, retail. We exporteren nog niet. Ik heb wel wat klanten die uit Frans-Guyana wat producten halen bij ons. Maar het doel van dit bedrijf was letterlijk om aan importvervanging te doen. Okay. Dus met ons nieuwe project dat we plannen, dan is dat wel letterlijk voor de export. Maar dit is echt voor lokaal. Ja. Want er wordt altijd gesproken, productiesector, ja. Men moet meer produceren. Ja. U bent nu het levend voorbeeld. Het ja, kan. Dat is wel mogelijk, ja. Een paar jaar geleden hebben mensen ja, eigenlijk ons voor gek verklaard om te zeggen van tomaten gaan die kunnen groeien in kassen in Suriname. En ja, het heeft me wel wat gedaan, maar we zijn gewoon doorgegaan ermee. Eén voorbeeld is in Kenia kunnen ze gewoon rozen in kassen doen. Waarom kunnen wij geen tomaten? Of rozen doen in kassen. Alles kan. Ja. Maar wat is er daaronder in? Want... Wij zijn een hydroponics bedrijf, dus we telen op water, op waterteelt. En wat u ziet daaronder zijn dus coco slabs. Het zijn zakken gevuld met cocopiet. Dat is inert medium. Inert wil zeggen, het is een dood medium.
Het is geen zwarte aarde of humus of whatever. Mest. Geen mest. Dat wil zeggen, met zo'n inert medium hebben wij dus een voordeel dat we kunnen zetten erin wat de plant nodig heeft. Wanneer je teelt in zwarte aarde of buiten, zitten er al wat bestanddelen, met name ziektes in de bodem. Mm-hmm. Wij elimineren dat helemaal. Oh. Doordat dit inert is, we kunnen hem ontsmetten, voordat we telen, een nieuwe teelt. En het grote voordeel is dat hij veel meer vocht vasthoudt dan aarde, normale aarde. Mm-hmm. En, ik zie daar een gele... Ja, wat u daar ziet, is, het gebeurt zo af en toe, je kan het boekje filmen. Het gebeurt ongeveer 1%, minder dan 1 hoor, heb je wel wat problemen. Wat u daar ziet is yellow leaf curl virus. Het is een virus dat door zaad wordt overgebracht. Maar de leverancier van het zaad zegt je ook dat ze 1% van hun zaad dat probleem kan hebben. Dus wat gebeurd moet worden, wat daar gedaan wordt, hij wordt dan verwijderd en dan wordt er een nieuw plantje in de plaats gezet. Het is gelukkig niet besmettelijk als je de juiste voorzorgsmaatregelen in acht neemt. En dit wordt bijvoorbeeld door luizen, mijten, witte vlieg met name, wordt dit verspreid. Maar dat hebben we dus heel minimaal in onze aanplant. Gelukkig. En daar gaan we nu naar? We lopen verder naar de volgende kant. Net geroken. Oh, soepgroente. Hij ruikt echt heerlijk. Ja? We zijn vrijwel bekend dat onze soepgroenten een beetje beter van smaak zijn. En zeker beter van geur. Wat u hier ziet, is dat we aan de andere kant, gaat u het ook zien, dat we elke vierkante meter van ons land, we hebben die veel meer over, efficiënt gebruiken. En dit noemen we eigenlijk een vuile teelt. Om het zo te noemen, de meststoffen die niet gebruikt worden in de tomaat, worden weer opgevangen en dan komen ze naar hier. Dus al die restmeststoffen krijgen de soepgroente. Wat eigenlijk verlies zou zijn, maar gebruiken we dus nu veel efficiënter. En hij groeit. Een vorm van recycling. Een vorm van recycling, ja. Nee, hij ruikt echt lekker. Ik kan me voorstellen als je dit in je vlees zet. Ja. Of zo. Hè? En er zijn heel veel plantjes hier. Ja, er zijn verschrikkelijk veel plantjes. Dit is één blok. We gaan je straks naar een andere blok brengen. We hebben veel soepgroenten, ja. Ja. Maar toch niet genoeg om aan de vraag te voldoen. Oh. Ja, dus we zijn nu bezig dat gedeelte ook weer een beetje uit te breiden. Ja, dus de Surinaamse markt, die is helemaal on board? Ze zijn helemaal on board. Het is zeker qua producten en mijn ervaring nog niet verzadigd. Mm. Nog zeker niet verzadigd. Omdat ik persoonlijk nog niet eens aan de lokale vraag kan voldoen. En om te bedenken dat men een tijdje aangaf van, ja, de jongeren vooral willen niet in de agrarische sector, want er is geen geld te verdienen. No. U logenstraf dat, hè? Nou, eerlijk, ik heb mezelf nog nooit een salaris gegeven uit het bedrijf. Al 7 jaar, 8 jaar. Maar ik krijg heel veel voldoening van. Ik heb samen met mijn vader hebben we nog wat andere bedrijven, hè, dus waar we dus letterlijk in leven kunnen blijven van. Maar wat er hier gebeurt is, je blijft constant investeren in verbetering van je productie, verbetering van je processen. Dus het is een ongoing proces. Nu hebben we dus na 7 jaar, 8 jaar, eindelijk kan ik een beetje zeggen, de productie onder de knie. Dus hopelijk kan ik mezelf dit jaar wel een salaris toekennen. Ja, laten we dat hopen. Want als u zegt, u kunt nauwelijks aan de lokale, dus die vraag vanuit de lokale, dan dacht ik, er is veel geld. Ja, er zit verschrikkelijk veel geld in. Heel erg veel geld. Zeker in de brand die wij hebben opgebouwd de afgelopen 7 jaar. En we hebben de brand kunnen monetizen, om het zo te noemen. En mensen weten dat ze op ons kunnen rekenen. Elk moment van de dag, elke week, vaste prijzen is ons motto. Jaar rond. Zeker voor bedrijven is dat heel interessant. Nee, verder is het de naam. Je moet je naam hoog houden. En hoe komen jullie aan de naam? Spirits Groentu. Dus Groentu was zijn voor Goto eigenlijk hoor. Dus daar, laten we even daar duidelijk zijn. Nee, Groentu eigenlijk als in groente, letterlijk vertaald. En ons moederbedrijf heet Spirits Holding NV. Dus vandaar dus dat die vertaling naar Spirits, dus de groentetak. Ja, de groentetak. Er zijn er ook andere Spirits. Ja, er zijn andere Spiritsbedrijven ja, die er ook in bij zitten. Ja. En Groentu is dus de tak van groente. Ja. Hier ziet u mevrouw Tini,
Soepgroente Oosten. Waren vorige week een beetje minder, dus er zijn heel erg veel bestellingen nu. Mevrouw Stini is al 10 jaar een van de oudste personeelsleden van ons. Zij is verantwoordelijk voor het zaaien en het beheer ook van de nursery, de baby's. En zo netjes en zo zorgvuldig en zorgzaam iemand omgaan met mijn kindjes, is mevrouw Tini. Niemand kan het beter. Nee, mevrouw, en, u mag. Mevrouw Tini, u geniet er nog van, hè? Ja, nee. Het is prettig vanaf het begin, hè? Vanaf het begin. Mevrouw Tini is vanaf het begin, vanaf dag 0 bij ons in dienst. En ik voorzie niet dat er een betere is als vervanging voor mevrouw Tini. Ze begeleidt wel andere mensen, leidt andere mensen op, maar nee. Het is heel mooi hoe zij het kan en hoe zij het doet. Mevrouw Tini, heel veel succes. Oké. Hi, nu zijn we in K7. Dit is ook vrij nieuw voor wat wij doen. Wij doen dus sla op een drip systeem. We hadden vroeger dus een floating system. Maar ik vind het niet bedrijfszeker, omdat we steeds weer last kregen van anaerobe bacteriën, waardoor mijn hele teelt uitviel. Nu zijn we dus al 6 maanden overgestapt op het drip systeem voor sla. En ik heb veel meer voordelen nu. Ik gebruik veel minder meststoffen. Ik heb veel minder uitval in de planten. En zoals jullie kunnen zien is deze sla ongeveer 4 weken. En volgende week zijn ze ready om geoogst te worden. Ja, dus deze zijn de pubers? Deze zijn de pubers. En volgende week zijn ze volwassen. Het proces gaat hier echt razendsnel. Ja. Maar het is wel mooi. Ze zien er echt gezond uit. Ja, zeker. Ze zien er heel erg gezond uit. Maar dat is omdat er ook vanaf het begin heel goed voor ze wordt gezorgd. Met name met hygiëne. Rekening houden met bacteriën, kleine onkruidjes moet je steeds verwijderen tussen die dingen. En dat valt wel mee het werk, maar wat heel belangrijk is het constant monitoren van die aanplant. En elke probleem dat je identificeert als ziekte, zo snel als mogelijk verwijderen. Maar dat betekent ook dat je eigenlijk constant bezig moet zijn met onderzoeken. Je altijd maar bijscholen, hè? Want er komen steeds nieuwe dingen bij. We zijn constant bezig met het bijscholen, vooral met ziektes. We hebben dus een agronoom, 2 agronomen in part-time dienst. En die helpen ons dus op het gebied van ziekte en plagen, monitoring. En ik persoonlijk ben ook bezig met onderzoek. Want de ziektes blijven zichzelf ontwikkelen en steeds resistenter worden. En dus dan moeten we ook middelen gebruiken die ziektes kunnen hebben. Maar tot zover lukt het wel hoor. Het lukt heel aardig met de begeleiding uit Nederland. Uit Chili hebben we ook begeleiding. En nog wat andere vrienden van Spirits, om het zo te noemen. Wat professionals. En met name met hun is het, lukt het wel om het geheel onder controle te houden. Wat voor soorten? Dus we hebben tomaten gezien, we hebben soepgroenten gezien, slabblad. Wat is er nog meer? We hebben paprika's en komkommers. We lopen nu verder, zodat ik jullie dat even laat zien. Dan gaan we dat ook bekijken. We zijn nu in K6 en u ziet ze al, hè? Hele mooie paprika's. Ja, wauw. In K6. Het is jammer als jullie 2 uurtjes eerder waren, zonder ze voller. Ze zijn net geoost. Jullie gaan straks even zien in de verpakking hoe dat allemaal eruit ziet. Maar we zijn nu in de paprika aanplant. Deze aanplant is ongeveer 2 tot 3 maandjes in productie. Hij moet nog tot februari volgend jaar meegaan. We hebben hier 3 variëteiten. Eigenlijk 3 kleuren. Oranje, rood, geel. Maar het leuke van elke paprika is dat hij groen begint. En een paprika, als hij zo klein is of zo groot is, is hij goed voor gebruik. Het is een heel unieke vruchtgroente. Hij is gewoon goed, elk moment dat je wil gebruiken. Deze zelf is ook goed, qua smaak. Ja. Een groene paprika heeft sowieso veel meer aroma dan gekleurde paprika's. Daarom heb je ook wat horeca bedrijven die specifiek vragen naar groene paprika's. Ja. Gewoon omdat ze minder moeten gebruiken in hun eten voor de aroma. Ja.
Dan heeft u kennis gemaakt met meneer Paprika. Wat zien we hier dan? Hier zien jullie aanplant van komkommer, waar het behoorlijk mis is gegaan met meeldauw. Dat kunnen jullie zien aan de gele vlekken van de bladeren die onderin bruin worden. En dit is de reden waarom we komkommer nog niet heel groot doen en heel commercieel. Omdat ik deze meeldauwaantasting nog niet volledig onder controle heb. En daarom zijn we dus hier in deze kast met 6 of 7 variëteiten bezig. Om te kijken welke resistenter is. Ik ben er al een beetje uit. Maar zoals jullie zien, is niet alles altijd groen en mooi. Ja, er zijn ook nog heel veel challenges. De smaak van de komkommer is gewoon goed. Je krijgt wat misvormde vruchten soms door dat ook. Maar ja, het komt langzaamaan. Komen we er wel uit. Dus als de kijkers horen van de uitdagingen, dit is een van de uitdagingen. Maar ook dat weerhoudt je niet om verder te gaan. Zeker, zeker. Het zijn kleine stapjes die we steeds nemen. En nu gaat er weer zaadmateriaal weg, krijgen we weer verbeterde variëteiten. En ik denk dat we dit jaar wel zekere variëteit hebben, dus waar dit probleem niet meer komt. Of minder zal komen. En dan zal het tot het verleden behoren. En dan hebben we ook een bedrijf zeker als in de komkommer. Precies als we dat met de tomaat en paprika hebben geëngineerd 7 jaren lang. Ja, want ik hou van komkommer. En sommige zien er wel mooi uit. Ja, ik zie een mooie grote. Ja, het is nu al afgeoogst. Hij produceert wel heel goed hoor. Dus het is net afgeoogst. Je gaat je binnenwezen wat ze eruit hebben gehaald. Maar alleen doordat hij ziek wordt, kan ik die teelt niet lang genoeg krijgen dat hij rendabel is en feasible is. En natuurlijk wil je ook geen ziektes krijgen, omdat ik dus andere planten ook wel kan besmetten. Ja. Dus... vandaar dat we heel voorzichtig. Altijd als je komkommer wil klaarmaken, moet je eerst bovenin zo schuren met die top. Anders wordt die bitter. Ja, dat heb ik ook geleerd van mijn moeder en mijn oma en iedereen. Maar onze komkommers zijn niet bitter. Onze sla is ook niet bitter. En dat komt doordat de bitterheid wordt veroorzaakt door tekort van water tijdens de groei, tijdens de ontwikkeling. En wat wij dus hebben is dat er in de zakken en in het teeltmedium dus sensoren zitten die de juiste vochtigheid bepalen waardoor ons product nooit droog komt te staan. Toch? En waar we dus die bitterheid eigenlijk kunnen controleren. Daarom zijn onze sla komkommer zeker nooit bitter. Dus wanneer mensen spirits groentes komkommer eten, hoef je bijna niet te gaan. Nee, klopt. Je hoeft hem niet te schuren aan de achterkant. Het is echt een traditie, ja, zo goed. Ja. Het is een gewoonte, ik doe het ook gewoon hoor, omdat je het gewend bent, maar het hoeft eigenlijk niet meer, nee. Nee. Dan hebben we ook gezien dat ook deze uitdaging het hoofd wordt geboden hoor. Want als we nu naar meneer Rewien hebben geluisterd, hij geeft niet makkelijk op. En dat is de spirit. Oh ja, daarom heet dat bedrijf ook inderdaad. Spirits Groente. Want de spirit zit erin. Oké, en wat next? Nu gaan we verder. Ik wijs jullie daar even waar de producten verpakt worden. En ready zijn voor levering. Let's go. We zijn nu in de verwerkings- en verpakkingsruimte. Komen jullie maar door. Hier wordt alles verpakt en klaargelegd voor de levering. Nou, ook hier ziet het er hygiënisch en netjes uit. Dat is een vereiste, hè? Dat is een vereiste, ja. En ja, behalve een vereiste, je wil gewoon een goed schoon product zoals je het zelf zou willen afgeven. En dat is eigenlijk het motto van het bedrijf. Dat we dus precies zoals je het zelf wil hebben, precies zo leveren we het aan de klant. Dit is net geoogst uit een deel van de paprika's en tomaten. Dit zijn de komkommers. Wij staan wel bekend om onze donkergroene komkommers. Zie je niet vaak in Suriname. Zeker een beetje op die buitenlandse. En zijn zeker niet bitter. Zeker niet bitter. Ja, paprika, tomaten. Die mevrouw daar is bezig met sla. Misschien willen jullie even doorgaan. Ah, die tomaten zijn klein, lekker klein. Ja, deze zijn van de
van de kas waarvan we dus in de laatste oogstfase zitten. Ja. Zijn ze worden een beetje kleiner. En lekker hard, hè? Ja, we hebben harde tomaten. Maar het voordeel is dat wij op gewicht verkopen. Dus de klant verliest nooit. Oh. Zo'n pakje 650 gram. Op paprika, alles verkopen wij op gewicht. Zodat het voor iedereen eerlijk is. Ja. Nou, dan gaan we naar deze mevrouw. Hoe gaat het ermee? Oh, het wordt gewogen, hoor. Al onze producten worden gewogen, zodat de klant zeker weet 650 gram is 650 gram. In dit geval 200 gram per pakje sla. En dat is het. Al zijn de tomaten ietsjes kleiner of de paprika's ietsjes kleiner. Maar hij krijgt gewoon waar hij voor betaalt. Dus meer paprika's als ze ietsjes kleiner zijn. En daar worden de producten ons met dus in Veggie Clean. Dat is een... Het is water opgelost met Veggie Clean, dat alle debris en zo van de bladeren haalt. Dus onze producten hoeven eigenlijk niet meer gewassen te worden. Zo, ja. Dus als ik zo een pakje slablaadjes koop, kan ik ze meteen? Ja, ze hoeven niet meer gewassen te worden. Ja. En zo zijn we dus bezig 7 dagen in de week. Oosten, verpakken, leveren, zaaien. Elke vrijdag. En zodat we dus de 4 producten of 5 producten die we hebben wel jaar rond voor onze afnemers kunnen garanderen. Om het zo te noemen, ja. Ik ben blij dat ik deelgenoot ben van dit prachtig verhaal. Van een jonge ondernemer met zijn vader. Je vader is er nog steeds even actief bij. Hij is er nog steeds bij. Weliswaar een beetje op een lager pitje. Maar hij is een denktank. Wanneer het gaat om innovatie, verbetering... Hij is een dagje ouder, dus veel op het veld is hij niet, maar als denktank heel erg bijzonder, ja. Ja. En aan hoeveel mensen wordt er hier werkgelegenheid geboden? We hebben ongeveer nu met alles erop en eraan 60 man personeel. 60 man, dat is mooi. Dat is echt lekker, is bijna een groot bedrijf. Bijna voor Surinaamse maatstaven, ja. Ja. Ja, en dan hebben we het dus over alle part-timers en mensen in de onderhoud, logistiek. Ja, komen we op bijna tegen de 60 man aan. Ja. En de mensen worden constant getraind ook? We proberen mensen constant te trainen, ja. Vooral in het onderhoud van de planten, het behoud, hygiëne. Je bent constant bezig, ja. Er zijn steeds weer challenges. Ja, op je weg, zeker weten. En dit terrein is eigendom? Of? Ja, dit terrein is van mijn vader, ja, van het bedrijf dus. Het is, waar we nu planten hebben, we 3 hectare aan kassen staan. En we zijn vol, dus we... plannen dus nu onze volgende uitbreiding op een andere locatie. Ja. Want dat moet zeker gebeuren hoor. Zeker. Wanneer jullie om terrein vragen, moeten jullie dat zeker krijgen. Want. No. Zien wat er gebeurt. Ja, we hebben, en ik vind het, er zijn behalve ons, zijn er ook zeker andere producenten die heel goed bezig zijn. Voorbeelden zat eigenlijk in Suriname. Maar ik denk dat we toch wel wat meer steun en begeleiding als lokale producenten vanuit de overheid mogen en kunnen verwachten. Want... Ik vind het wel niet geweldig wat we krijgen als ondersteuning. Maar zeker hierbij ook roep ik de regering op, de beleidsmakers. Kijk naar de jonge producenten en zeker alle producenten. Want elke dollar bespaard is eentje in onze kas. Ja. Komt er dan niets uit van het ministerie van LVV? We hebben heel vaak bezoek van het ministerie van LVV, maar concreet hebben we... Komt er niks? Nee, komt er niks. Eerlijk is eerlijk. Eerlijk is eerlijk. Denk ik dat als de minister van LVV dit hoort, dan weet hij dat hij nu wel zeker die ondersteuning moet geven. Want dit is een prachtig bedrijf. Oké, wat kunt u ons nog meer vertellen? Hier zijn we dus bezig met, zijn aan het verpakken. Er zijn wat leveringen die afgerond moeten worden. We werken in shiftverband en in teamverband. En als de mensen bijvoorbeeld op de zondag werken, dan hoeven ze zaterdag niet te komen of vrijdag niet. En natuurlijk wil iedereen op de zondag werken, want zondag is 2 maal betaald. Ja. Okay. En krijgen ze ook dus voeding. Op kosten van de zaak. Dus het is natuurlijk leuker op de zondag. Ja, ik zou echt zondag komen werken, ja, toch? Dat is ook veel rustiger zonder stress. Ja, zonder stress. Maar als ik zo naar de mensen kijk, ze zien er allemaal zo ja, tevreden en vrolijk. Ook een lieve baas, toch? Is het waar? Is het waar, Glenda? Is het waar, Glenda? Niet omdat hij hier staat, hè? Mevrouw Jacqueline. Is hij lief? Ben ik lief voor jullie? Mevrouw Jacqueline lacht.
Nee, no, maar dat no. is... De mannen, ze kunnen niet zeggen dat ik niet lief voor ze ben, hoor. Ja. Ik geloof in menselijk kapitaal. En ik denk dat dat onze sterke kant is in het bedrijf. Ik hoor zoveel mensen praten dat ze geen personeel kunnen vinden. Niet, dit is een probleem, dat is een probleem. Maar wij hebben daar helemaal geen last van. We proberen de mensen die in vaste dienst zijn, zeker bankable te maken als eerst. Hun salaris wordt gestort op de bank. Ze kunnen intern lenen bij het bedrijf. Sociale voorzieningen. Sociale voorzieningen. Dokter is volledig gedekt. Dus ze mogen niet klagen. En ik heb echt geen probleem met personeel. En misschien willen jullie een van de dames zelf vragen. Hoe het aan toe gaat, dat ze ook van twee kanten horen. Laten we even met Glenda gaan praten, die zo mooi lacht. Hè? Dag Glenda, hoe gaat het? Glenda, kom, vertel. Hoe lang ben je al hier? Mevrouw Jacqueline, ook voor mij. Hoe lang ben je al hier? Kijk even naar de kijkers willen naar je kijken. Ik kan dat gewoon. Hoe lang? Glenda had me laten monteren, hoor. Oké, mevrouw Jacqueline. Mevrouw Jacqueline, hoe lang bent u al hier? Mevrouw Jacqueline, hoe lang heb je Jakba? Bijna met tot aan jou. Voor wat? Een jaar toch? Vijf jaar. En hij gaat boem? Ja, hij gaat. Je loopt ook? Ja, ik loop ben. Zij je doet? Zodat roko je doet? Ja, ik doe dit mee. Je verpak? Ja. En je sabas aan? Ja, ik probeer. Dat is een van de acties dat mevrouw Jacqueline zei dat ik gebruik aan groente voor spirits groente. Dat zei je tegen ding. Je tak a boom a shwiti. Je gebruik en toe? Ja, me gebruik en toe a boom a shwiti. Is je mevrouw Jacqueline tak dus en hoe lang heb je je ook? Bijna 2 jaar ook. 2 jaar en je loopt ook? Ja, ik loop. Zal je doen? Die zin zal je doen? Voor pak sla. Voor pak sla. En hou jij van sla? Dames, bedankt. En hoe roken sweetie, hè? Nou, u ziet het. De dames zijn een beetje verlegen, maar in elk geval waar het op neerkomt is dat ze aangeven heel veel van het werk te houden. En ik denk niet omdat meneer Ruin hier staat, maar gewoon omdat ze het echt leuk vinden. Nou, tot slot. Wat zegt u tegen de Surinaamse samenleving, maar ook natuurlijk het ministerie van LVV? Nou, tegen de Surinaamse samenleving en vooral de jongeren zou ik zeggen, focus een beetje meer op ondernemerschap. Zeker in de productiesector, want dat hebben we heel hard nodig als land. Wanneer ik in de supermarkt ben soms, ik raak bijna bedroefd van het aantal importproducten dat ik zie. En waarvan een heleboel zeggen, die kunnen we zelf produceren. Dus begin ergens. Ik roep het ministerie van LVV, het ministerie van Economische Zaken. Natuurlijk de lokale banken ook. Van, heb een beetje meer geloof in lokaal ondernemerschap. En misschien als het niet volgens jullie standaarden is, laten we ze begeleiden. Laten we training geven. Er is zoveel potentie. Ik word elke dag wakker met een nieuw business idee. Zeker in de productiesector. En gaat het voor alles en nog wat. Van sappen tot wat doen we met alle restant fruit op die markt. Er zijn opties zat. En ik roep bij deze, ja, ook alle belangenorganisaties, VSB, ASFA, laten we de jongeren ook trainen in ondernemerschap. En daar gaat het om voor succes in het land, in het bedrijf en zeker voor onze jonge natie. Want ik zei tot slot, maar toch nog een nabrander. De economische situatie nu, fluctuatie van de koersen, alles. Heeft u daaronder ook te lijden of zegt u het valt mee? Ja, te lijden. Er zit een bepaalde importcomponent in ons bedrijf. Verpakkingsmateriaal, meststoffen. We zijn bezig ons nieuwe project te plannen. Dus ik ben eigenlijk, zodra die koersontwikkelingen er zijn, krijg ik stuiptrekkingen. Want dan moet je weer je prognoses aanpassen, dit aanpassen, dat aanpassen. Dat is niet goed. Ik roep ook hierbij misschien op dat we een beetje als financiële mensen in Suriname voor de productiesector is stabiele koers wel heel erg belangrijk. Heel erg. En ja, het heeft invloed op alles en iedereen. En al zijn we lokale producent, een bepaalde percentage is importcomponent. Dus dat verhoogt je kostprijs alleen maar. Ja. Nou, meneer Ruin Ramtahalsing, heel hartelijk bedankt. En heel veel succes toegewenst. Het is een mooi bedrijf. Laat me horen over een paar jaar dat hij vele malen groter is geworden. Zeker weten. Met hard werken, eerlijk werken. Het is misschien wel de langste weg,
Maar we komen er wel zeker. En ik heb geloof in Suriname, in onze bevolking. En vooral in mijn personeel, want zonder mijn personeel zou ik het niet kunnen. En ja, let's hope. En met de wil van de Almachtige zal het zeker goed komen. En met deze mooie woorden zijn we gekomen aan het eind van deze speciale editie van In Gesprek Met. U heeft het gehoord. Hier is er echt spirit. De naam wordt echt, er wordt invulling gegeven aan de naam. De naam is namelijk Spirits Groente NV. En meneer Ramtehalsing met zijn ouders en zijn personeel, zij stralen allemaal spirit uit. U heeft het gehoord. En vooral de minister van LVV, die ondersteuning moet u geven. Want allemaal hebben we de mond vol van productie. De productiesector moet op gang komen. Wel hier is er een goed voorbeeld van een productiesector die eigenlijk bloeit. Maar toch wel de nodige ondersteuning nodig heeft. Dus, ik zeg, thumbs up voor Spirits Groente NV. En ik bedank u voor het willen kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. Heeft u het gemist? De herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Tot volgende week, hè? Bye bye.